Dit is geen veld met gekopte bloembollen, maar een internationale collectie hulzen van hagelpatronen die overbleven van de Nederlandse Grand Prix kleiduivenschieten, waaraan de kinderen van de schutters hun plezier beleefden. Elke hagelpatroon kost zo'n 35 cent. Het toernooi in de Flevopolder bij Biddinghuizen telde zo'n 70 schutters uit 8 Europese landen. Het publiek wordt op enige afstand gehouden, want binnen de schietcirkel is het gevaarlijk. Uit twee huisjes aan weerskanten van de baan worden uit klei gebakken schoteltjes met een doorsnee van ongeveer 11 centimeter in een vernuftige machine geplaatst, waaruit ze via een druk op de knop worden weggeslingerd. Automatisch komt dan de volgende kleiduif binnen het bereik van de slingerarm. De sport eist een grote reactiesnelheid, want de schoteltjes komen met een vaart van zo'n 100 km per uur uit de werpmachine. Op het dubbelloops hagelgeweer was Kiek van Ieperen de beste Nederlander. Bij het doublet komen de kleiduiven vrijwel gelijktijdig van twee kanten. Wij hebben ze in hun vlucht een beetje vertraagd. Van Ieperen, die 196 van de 200 keer raakschoot, werd tweede achter de Pool Gavlikovski. De Pool, die al eens 200 scoorde, kwam nu op 197. Gavlikovski was duidelijk verguld met zijn overwinning in dit toernooi, waarin de landenprijs naar Nederland ging.